Europa en Amerika nemen strafmaatregelen tegen Rusland. Ze eisen dat Rusland de Krim niet annexeert. De sancties moeten die eis kracht bijzetten. Gisteren stemde bijna 97% van de inwoners van de Krim voor aansluiting bij Rusland. En de inlijving van de Krim bij Rusland is al in gang gezet. Het parlement van de Krim heeft Rusland vandaag formeel om aansluiting gevraagd. Доказали всему миру о том, что крымчане имеют силу воли и о том, что они способны отстоять свое право, право на возвращение в свою родину. Maar het referendum werd door veel inwoners van de Krim geboycott en door geen enkel ander land ter wereld erkend, buiten Rusland zelf en bondgenoot Syrië. En dus komt de EU met sancties. 21 hooggeplaatste politici en militairen uit Rusland en Oekraïne zijn niet meer welkom in de EU. Bovendien worden... Voor de Europese Unie is het onaanvaardbaar dat in 2014 de Europese grenzen met militaire macht worden gewijzigd. Dus de Europese Unie zal ook nooit de annexatie op deze manier van de Krim accepteren. Amerika sluit zich daarbij aan en neemt diezelfde soort sancties, maar dan tegen 11 personen. En is bereid tot meer maatregelen. And continued Russian military intervention in Ukraine will only deepen Russia's diplomatic isolation and exact a greater toll on the Russian economy. En morgen bespreekt de Russische president Poetin de kwestie met zijn parlement. Gaan we naar Brussel, daar is collega Jos Heijmans. Jos, waarom wel sancties tegen deze mensen en niet tegen de grote baas Vladimir Poetin? Nou, Europa heeft er bewust voor gekozen om eerst de mensen aan te pakken die aantoonbaar hebben meegewerkt aan de bezetting en afscheiding van de Krim. Zou je met Poetin beginnen, meteen bij de hoogste baas, ja, dan heb je eigenlijk meteen al je kruid verschoten. Bovendien is het niet gebruikelijk om staatshoofden en regeringsleiders persoonlijk te treffen, tenzij ze hele zware misdaden hebben begaan, bijvoorbeeld genocide. Oké, dus niet tegen Poetin. Maar wat denkt de EU hiermee te bereiken met deze sancties? Nou, het is vooral de bedoeling om druk op Poetin uit te oefenen om toch echt serieus te gaan onderhandelen met Oekraïne over de toekomst van dat land. Over 3 dagen komen de Europese regeringsleiders hier weer in Brussel bij elkaar. En als Poetin dan nog geen gebaar heeft gemaakt, dan gaan ze zich beraden op economische sancties tegen Rusland. En die zullen dat land zwaar treffen. We gaan van Jos in Brussel door naar Olaf Koens op de Krim, in de hoofdstad, in Viropol. Olaf, zijn ze daar onder de indruk van de sancties? Nou, in zekere zin vallen die natuurlijk heel erg mee. Laten we niet vergeten dat er 2 verschillende sancties zijn. In de eerste plaats dus uit Washington, maar ook uit Brussel. Er zit een groot verschil tussen de sancties uit Brussel. Die zijn precies gericht tegen de mensen die direct met dit conflict te maken hebben. De namenlijsten uit Washington die zijn wat breder. Dat raakt ook de persoonlijke vriendenkring, de kring van intimie rondom Vladimir Poetin. En dit gaat er natuurlijk niet alleen omdat deze mensen niet langer naar de Europese Unie of naar Amerika zouden kunnen reizen. Dit betekent ook dat er beslag wordt gelegd op hun bankrekeningen of bezit in Europa of in Amerika. Nou, ondertussen gaan we er natuurlijk wel vanuit dat deze mensen de schaapjes op het droog hebben staan. Maar het komt natuurlijk hard aan, want ja, je kan ook nooit meer op vakantie naar Frankrijk bijvoorbeeld. Olaf, vooralsnog lijkt het erop dat de annexatie van de Krim relatief makkelijk verloopt. Denk jij dat Poetin nu hetzelfde zou willen doen in Oost-Oekraïne, waar ook veel Russen wonen? Ja, je ziet hier dat het heel snel kan gaan, in kwestie van 2 weken eigenlijk. De nieuwe machthebbers hier op de Krim hebben nu al laten weten dat ze bereid zijn om hun Russisch-talige vrienden in het oosten van Oekraïne bij te staan. Mijn collega Jeroen Akkermans die is daar vandaag in het oosten van Oekraïne. Die maakte vandaag een reportage over de mijnwerkers daar om de stemming te peilen. Laten we daar even naar kijken. In Oost-Oekraïne schuilt een van de grootste kolenvoorraden ter wereld. Russen en Oekraïners wonen en werken zij aan zij. Maar aansluiting bij Rusland gaat deze Russen te ver. Ja, Ruski, maar ik wil поддерживать Oekraïne. Waarom? Omdat ik deze land liefheb. De bodemschat zit niet diep. Veel mijnwerkers werken hier illegaal. Schatgraven, boren en hakken maar. Nu is het beter werk niet. Deze schachten позакрывали, официально не устроились. De kolen maken Oekraïne minder afhankelijk van het gas uit Rusland. Toch zijn bijna alle staatsmijnen gesloten, onrendabel en levensgevaarlijk. Er is ook geen vertrouwen in de nieuwe macht in Kiev. Het geloof in oprechte politici is weg. Nu zie je hoe het is. Alles op de perekosiak. Oekraïne grabben zoals ze willen.
Каждый президент придет, награбит и уйдет. Geschat wordt dat 10% van de kolenwinning komt uit illegale mijnen. Dat werd gedoogd tot begin dit jaar het parlement een strikt verbod afkondigde. Want regels zijn toch regels? Maar regels worden aan de laars gelapt, anders geen inkomen. Мы просто хотим работать, зарабатывать деньги, жить нормально, как все обыкновенные люди в Европе. Het conflict met Rusland baart de mijnwerkers zorgen. Если была война, конечно. За свою Украину, конечно. Всегда бы воевали. Я думаю, что все шахтеры пошли бы. Потому что это мы тут выросли, мы этим питаемся, мы тут живем. Oost-Oekraïne wacht in spanning af. Olaf Koens en Jos Heijmans, dank jullie wel.